Vandaag ga ik langs de allerleukste van het seizoen, denk ik. Namelijk Michelle Cox en langs Louisa Jansen. En zij hebben echt het programma gemaakt, vind ik. Michelle Cox, echt dat ze weer in het programma ging, what the fuck. En Louisa, die was natuurlijk na aflevering 2 helaas al uit. Vond ik echt super jammer, want ik vind haar ook fucking grappig. En ik heb vandaag de gouden kip meegenomen. En hierop staan dus een paar dilemma's die we gaan voorlezen. En omdat Michelle Cox zo vaak in de jungle is geweest, heb ik een leuke reus voor haar meegenomen. Namelijk een fotolijstje. Omdat Michelle natuurlijk het beeld van Janice kwijt is, heb ik iets voor haar meegenomen, zodat ze dit voor altijd in haar huis kan hangen. Dit is een supermooi fotolijstje. Als we dat kadreren, staat op. Wij zijn BFF's. Drinken? Water. Water. Dat doe ik weg, soms. Ben je me nou al opnemen? Ja, ik heb gewoon aangezet. Ik wil een Fanta. Madonna zit. Hoort zij mij? Hoort u haar? Sorry? Hoort u haar? Wat ik u hoor. Ja, wat zeg. Ja, ik wil een Fanta. Oh, Louisa. Een Fanta? Ja. Ja, en een rap honey. Was al. Oh. Maar wel met kip, hè? Ik versta je niet zo goed. Oké, maar een honey rap met kip. Ja. En een Fanta, heb je die allebei? Kan de bestuurder misschien wat ik. Jezus. Oh. Ja, is een honing rap. Oké, okay, hoort u bij? Ja, maar ik ik hoor echt heel slecht. Dus een honingfrap? Ik zeg dat diep wat bij de zeeman moet werken. Wat zegt u nou? Ik hoor u niet. Misschien moet u even naar de oor. Ze kijkt even met de oor naar het raam. Iemand die ons niet hoort, dat vind ik ook erg knap, ja, hoor. We lopen altijd schreeuwen als een van de bouwvakker. Ja. En dan wil ik ook mayonaise met spikkeltjes. Mayonaise met spikkeltjes. Die mayonaise met spikkeltjes er nog bij. Ja, had jij geen drinken? Je hebt toch water ook? Ja. Hallo! Nee? Hey! Oh, en water, hè? En water? Ja. Ze zijn helemaal verslappen, die ben ik nog niet. Jongens, we gaan ons wel gedragen, want ik woon in Arnhem, alsjeblieft. Oh, ja. Ik zou hier ook nooit. Nee, ik zou gewoon de afdraag keren. Ja. En even teruglopen, dan eerst gedragen. Moet je ook nog gaan lopen? Ja, dit slaat helemaal nergens op. Ik word niet goed. Ja, maar dat bedoel ik dan niet. Ja, maar ik kan niet. Allemaal zitten te schreeuwen tegen mij op de vroegmorgen. Ik heb juist een hele goede zin. Ga nou alsjeblieft, want die mensen verpesten met een heleboel. Rijd er gewoon doorheen. Hup, de rotering klaar mee. Huppa. Oh, wat een ellende dit. Ja, nee, dat vind ik echt mogelijk. Nou, dan spugen ze nu ons eten. Nou, als ze dat doen, hoor. Ja, dat zie je niet, dat voel je ja, niet. Nee, je slijm in de mond. Nee, ja, Louisa! Ja. Nou, daar zijn we weer. Ik hou de mond. Ik zeg niks, want ik kreeg dadelijk ruzie met Louisa. Ik durf ook niks meer te zeggen. Ja, laat mij het woord maar doen. Sorry hoor. Voor de water. Ik wil niks aan doen. Het is ook vroeg nog. Nou, ik stond hier om 7. Oh, liever als ik. Ja, ik ga even ook het goed doen. Oh, Nick wel. Sorry. Nick wel. Sorry. Ja, die hobbel zit hier echt verstopt. Nou jongens, ik heb vandaag een auto. Kut, wacht. Nou, en een auto niemand. Die Michelle pakt ook alleen de eigen vreten. Louisa zit hier fijn, achter. Fijn, mis. Ik dacht dat wij boze kistjes waren. Wat had jij, had een kleine vriend? Ja. Jongens, hoe gaat het met jullie? Ik heb eigenlijk mijn favoriete meisje in de auto. Kip 6, kan ik kip 9? Je had kip 9? Maak ook honger. Ze pakken het ook nog niet erg uit, hè? Die was ook wel, die Michelle heeft de burger al op. Hey, jongens, ik wil jullie ten eerste eigenlijk bedanken, want jullie zijn mijn allereerste mensen die ik ooit in de auto heb gehad. En dit is waarschijnlijk ook de laatste keer dat jullie ooit komen, hebben gezegd. Ik heb het is niet waarschijnlijk, dat is zeker. Het is zeker. Wij waren als eerste in je auto, althans Louise als eerste, ik als tweede. Ja. En nu mogen we je honderdste gast zijn. De aller, dit is mijn 100ste video. En dan doen we het 1 keer nog. En ja, dat was de allerlaatste keer. Of je moet heel veel geld bieden. Ja, of ik moet veel geld geven. Nee jongens, echt dankjewel dat jullie wilden komen oprecht. En eigenlijk, ik hoorde dat echt een meisje in de jungle kwam. Toen dacht ik, nou wie zou er meedoen? En ik zag een verrassende kop waar ik heel blij van werd. En dat was jij, Bies. Ik was echt bij Louise. Ja, Louise en jij ook. Maar ik had gewoon. Maar ik had oprecht niet verwacht dat jij mee zou doen. Ik ook niet. Nee? Had je, maar hoeveel geld hebben ze? Ja, ze hebben jou sowieso kapot veel geld geboden. Oh, ik heb het nu al op jou. Nee, dat gaan we. Wij kregen het. Ja, echt hè? Snap ik. En Louise, wist jij ook dat Michelle ook meeging? Wist je het al van tevoren? Ja. Dat wisten jullie al. Hadden jullie elkaar geappt of hadden jullie het gezien of zo ergens? Ik mocht er met niemand over praten. Nee. En toen belde Louise mij ook. Ja, ik heb gehoord dat je meegaat. Ik zei, nee. Ik zei, oké, dat mag ik tegen niemand zeggen. Ja. Nou, ik blufte. Ja?
Ik belde Mies, ik zeg Mies. Jij wist het niet? Ik zeg Mies, ik hoorde dat je meeging. Hoe weet je dat dan? Ik zeg, oh, je gaat dus wel mee. En maar toen vroeg ik aan haar eigenlijk advies een beetje van, wat moet ik dan meenemen, weet je, en zo. Ja. Hielden wij elkaar een beetje op de hoogte. En de laatste dagen belden we elkaar. Nog 3 dagen. Maar was je zenuwachtig? Ja. Ja? Was je zenuwachtig? Ja, maar ik was echt zenuwachtig, man. Ja? Was je ook bang voor de mensen die mee gingen doen? Nee, dat niet. Maar nee? Het was gewoon meer van, je gaat helemaal naar de andere kant van de wereld, hè? Ja, de prikjes moet je eerst allemaal doen, toch, denk ik? Ja. Malaria, en weet ik veel wat, allemaal rode hond. Maar weet ik niet, prikken in de arm. Maar Louisa, toen jij daar stond op het vliegveld, toen kwam je toen, al die andere mensen, die kwam je toen voor het eerst zeg maar tegen. Wat dacht je, die wordt mijn vriendin. Waar is mijn vriend Charles? Wie dacht je dat? Hier moet je, het ligt in die zak nog. Ik zal het even voor je pakken. Oh, kom maar. Nou, ik heb er 2. Shot good. Hey, en wat dacht je Louisa toen je die andere meisjes zag, als eerst? Nou, ik kwam eerst Esmee tegen. Ja. Ik was echt blij om. Ik zeg, oh leuk dat je meedoet, dat. Want ik had haar bij de alleskunde al gezien. Ja. Ik vond haar echt heel leuk. Maar ze zei, ambulance komt voorbij. Ze komt jou halen. Maar ze, je had dus Esmee had je als eerst gezien. En toen zag ik dus Diva. Ja. En toen dacht ik, what the fuck? Wat dacht ik echt, hè? Ja? Ja, ik ben... Hallo, ik ben Diva. Ik zeg nou even normaal praten. Zij doet echt. Ja. Ik zeg, heb je echt zo'n stem? Ja. Maar wist je niet wie dat was? Nee. Oh, je kijkt de Bachelor zo niet. Nee, dat kijk ik niet. Oh. Nou, en toen zegt ze ja, haar naam. Ik zeg nee, dat kan niet. Ik zeg, noem jou gewoon Henk. Ik zeg, ik ben Diva. Nee. Ik vind Diva echt grappig. Het was ook heel veel in de media. Ook in de buurt. Echt, woont ze hier in de buurt? Zie jij ook vaak nu, Mies? Want je bent echt wel goed met haar. Vaak niet, maar zoals vorige week heeft ze nog bij me gegeten. Oh, dat is wel leuk. Ja, maar bijna wel. Dat je toch nog wel een over hebt gehouden en ik niet denk, elke dag bellen we even. Ja? Ja. Ik belde altijd wel even op. Hey, Diva, ben je oké? Hoe is het nou? Ja. Want je hebt meegedaan eigenlijk aan heel veel programma's, Michelle. Ik kan het eigenlijk bijna niet eens opnoemen. Echte meisjes op de prairie. Echte meisjes in de jungle. Eigenlijk alles wat met echte meisjes te maken heeft, zat jij wel in. Nee. Dames in de dorp. Ja, oké. Okay, ja. Dames in de dorp. Van een del naar een dame. Dat is niet echt geluk. Dat is niet echt geluk. Hey, Eloisa, wat mis je nou het beste aan de jungle? Oh, nou ja, niks. Niks? Nee, ik mis daar niks. Hallo, mis je mij niet? Ik heb jou toch elke dag aan de telefoon? Nee, dat is toch niet genoeg? Want jullie konden het wel goed met elkaar vinden. Ja. Was je bang dat je die eerst, want jullie kennen elkaar van tevoren toch al? Ja. Dus jullie zagen, hebben elkaar wel een keer eerder ontmoet, of dat niet? Ja. Oh, dat is wel beter, want dan heb je iemand te vinden waarmee je denkt van, nou, dat wordt wel mijn mattie. Ik had bij iedereen dacht ik wel van, volgens mij wel. Ja. Zelfs bij Janet dacht ik, oh. Wij waren wel met z'n tweeën in een mis, zaten we echt op een stoeltje en dan waren we echt die wijven aan het bekijken. En dan dachten we echt van, die Annabel dan met haar continu deze dit zo. Ja. Zo'n beweging maken alsof ze spier had. Ik zeg tegen Mies, zeg maar. Nou, als je zeg, verder dat ze het nou weer doet, verder. Ja. Deze dan weer. Maar ik moet zeggen, ik heb Annabel, ken ik was hem gewoon van normaal. Maar ik vind haar zo aardig. Ja. Laat me zeggen, ik had haar gezien bij Ruma. Ja. En ik vond haar man, of je vriend, vind René. Ik, vind ik super lieve gozer ook. Zij was een beetje terughoudend, haar man was meer spraakzamer. Ja. Dus ik kende haar al en zij ging ook mee. En ze had, dan zeg je gaat vliegen. Ze had allemaal snoep bij zich. Ja. Was zo blij hebben met haar. Hebben wij allemaal opgevreten. Ze was echt van wil jij. Zo lief was zij. Ja. Dat mag ook gezegd worden. Ja. 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 En toen, het eten is mijn ding. Was echt super vriendelijk. En toen gingen we naar je land en dan kom je in een hotel uit. Want je gaat pas een dag later naar de jungle, hè. Ja. Dus je gaat je land en je gaat in een hotel. Toen was iedereen nog heel lief eigenlijk. En toen kreeg je wel een beetje van die... klikjes. Van die gaat met die om, die gaat met die en om. Weet je, ik heb gevlogen en dan ben ik moe. En dus ik zat bij dat water, we zwemmen wel buiten, het was 40 graden. En die een ander bel en zo, ging allemaal hun stringetje aantrekken, poseren in het water en dan gaan de, dan zie je wie is, weet je wel. De andere mensen. Je zoekt elkaar toch een beetje op. Ja, gewoon de mensen die gewoon. Soort zoekt soort. Een ja, en relax met een peukje willen zitten of gewoon even willen bijkomen. Ja. Die ze gaan die kant op. En Annabel ging dan het water in poseren. En dan ga ik kijken van ze krijgen. Okitan. Kijk haar staan. Op dat moment kregen we dat al. Ja. Nou, en dan ga je de jungle in. Nou, dan. Een praatje heb je al eigenlijk niet misschien met elkaar gesproken en dan ga je de jungle in en dan moet je een team kiezen en dan is het duidelijk. Want dan weet je al van... Ik wil het liefst bij die en die. Je wist al, ik wil niet bij hun. Nee. En Louisa en ik en Shanna hadden echt afgesproken bij Willem, want wij waren echt van die dooien, we hadden nergens gezinnen. En ik kom, wij zaten echt
veel buiten en dan gewoon sigaretten. En ik zat ook heel veel op de kamer, ik was moe. Ja, ja luister, als ik 28 uur gevlogen heb, ben ik moe. Maar als je toch met zo'n heenreis al met die meiden heen vliegt. En had je ook je telefoon daar bijvoorbeeld al, Louisa? Waar? Daar zeg maar toen je die eerste dag dat je daar mocht zijn. Ja. Toen kreeg je uit je telefoon nog. Ja. Maar werd echt pas ingeleverd toen je... De jungle inging, ja. Toen je de jungle ja, dat was moeilijk hoor. En toen je bijvoorbeeld die dingen, die zakken, die rode en die blauwe volgens mij eruit kon halen. Kon je zelf bepalen van welk team je wou eigenlijk. Want jullie hadden wel gewoon hetzelfde team dat je wou. Nou ja, je ziet dat ze het spel zijn op en bouwen. Dus wij zeiden al van leuk, als we moeten kiezen qua kleuren. Ja. Wij pakken rood. Of blauw. Ja. Wat was het? Dus je zag wel een beetje waar het al was neergelegd. Ja. Oh. Ja, wij waren dat al in de gaten. Wij twee stonden al vooraan als een paar stokstaartjes te kijken. Ja, echt en ik zei nog, iedereen gaat dadelijk van rood. Laat maar op, mis, want dat is de kleur van de wijven. Laten wij gewoon blauw pakken. Dan weet ik nog goed dat ik dat zei. Ja, wij pakten als eerste gewoon blauw. Ja, wij zaten nog samen in de knup. Shanna had blauw gepakt. En dus wij waren op, echt met z'n tweeën waren we op blauw aan het azen. We moeten ja, blauw. Dan op een gegeven moment, Lisa, jij was dus in de tweede aflevering. Wat ik heel jammer vond, lag je er al uit. Ja. Ik vond het echt jammer, ja. Ik zweer. En ook nog tegen Esmee vond ik nog jammer, want ik vind Esmee vind ik ook fucking grappig en jou ook. En ook nog tegen elkaar dacht ik, oh nee, niet doen. Ja. Maar gelukkig heb ik de reunie gezien, is het nu weer goed tussen jullie. Ja. En ik zeg eerlijk, ik kreeg gewoon kippenvel toen bij die reunie. Oh ja? Ik vond het echt schattig. Vond je het niet schattig? Ja. Ik vond het echt leuk dat ze weer bij elkaar kwamen. Tuurlijk, ik vond het echt fantastisch dat ja. Want ik weet gewoon dat Louisa niet zo is, snap je? Ja. Louisa heeft gewoon de bek net zoals mij. Ja. Maar ze is niet ze wil niet vechten, zo is ze helemaal niet. Nee. Snap je? Dus dan ben ik blij dat een ander dat ook begrijpt en dat ze het wel dat ze bij goed weer, dat ja. Ze het weer goed kunnen maken. Ja. Nou, misschien dat er dan nog wel een tweede seizoen voor jou in zit. Dat ze denken van, oh, die meid heeft maar één keer in de jungle gezeten. Ik hoop dat echt. Ik hoop dat ook. Ja. En zou jij nog een keer doen? Nee. Maar jij zei altijd nee, Mies. Ik zat elke keer dan denk ik, dan kijk ik de laatste aflevering en dan zie ik Mies zeggen, ik doe dit nooit en nooit weer. En toch iedere keer ben je er weer. Ik ben echt een kakkerlak, hè? Dat blijft voorkomen. Maar mij lijkt het echt heel grappig om zoiets mee te maken. Maar je, het is niet grappig. Jij wil dus ook. Ja, als jongens in de jungle komen, zou je ook mee willen doen. Maar dat gaan we wel doen. Ja? Ja, ik zou het wel grappig vinden. Maar ik weet niet of ik al die dingen zou doen wat jullie doen. Jawel, maar doe je automatisch. Ja? Ja. In zo'n jungle slapen, ik vind het lijkt me wel eng op zich. Ja, waar moet je dan slapen? Dan moet ik naar de stad toe gaan. Je zit in de jungle. Ja, maar op een gegeven moment, iedereen van hun gaat gewoon naar de productie. Die gaat gewoon lekker naar het hotel. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik dacht soms ook dat met dat channels en met dat koffer, dan krijg je dat terug. En... Ja. Maar Mies had me al gewaarschuwd van luisteren, zo werkte. Het is echt zo. Ik denk, Mies zegt dat gewoon om mij bang te maken. Nee, maar ik ben heel eerlijk. Maar het was echt zo. De productie lag niet veel beter als wij, hoor. Nee? Ja, die hadden dan een dak. Dat staat echt niet in 5 sterren. Maar kregen ook niet soms een Snicker of zo? Of een KitKat nee. van de productie? Nee. Ze waren echt boos, ook met eten en zo. Wat je ziek is gewoon wat je krijgt. What the fuck? Ja. Hey, en ik heb achter jou, Louise, heb ik de gouden kip liggen. De gouden kip, die was zoveel poen waard. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Weet ik ook niet. Hey, jij mag eerst eentje voorlezen. Dit is een stelling. Oké. Okay. Of je moet een bord vol poep eten, of je gaat nog een keer een echte meisje doen. Dat is altijd heel makkelijk. Nou. Ik zou gewoon met de echte meiden meegaan dan. Ja, je zou gewoon dan met de echte meisje nog een keer gaan? Ja, met dezelfde kast, ja. Ja, met dezelfde kast. Jij ook, Louisa? Ja. Ja? Ja. En ik denk dus, ik hoop dat jullie gewoon met z'n tweeën terugkomen in het nieuwe seizoen, denk hoop ik. Ook. Ik hoop het echt voor jullie. Okay. Nou, ik hoop het niet voor mezelf, voor Louisa wel. Voor Louisa, wij is de tweede kant. Liever 5 weken in sigaretten en alcohol, of liever 1 week met Janice wonen met sigaretten en alcohol? Dan zou ik liever met Janice gaan wonen. Ja? Ja, die zou ik na 1 dag gek maken. Die gaat vanzelf verder. Bel je mij op? Ik kan gewoon FaceTime. Dus nee. Staat bij die deur ring. Hallo, dat was ik. Ik ben er. Dat is ook met Janice een week zitten. En jij, Michelle? Ja, dan ga ik met Janice zitten. Ja, ga ik met Janice zitten? Ja, die vrouw die wil toch niet met mij zitten. Die gaat binnen 5 minuten het huis uit. Ik vermaak mij gewoon dan wel, hoor. Die bestelde al een graf. Oh, jij bent wel dood. Of je moet je kaal scheren. En je krijgt samen met elkaar een televisieshow, of je komt dus nooit meer op televisie. Dan kom ik nooit meer op televisie. Nee, zou je die kaal scheren? Nooit. Nee, Louisa? Of je misschien wel, dan luister, dan kan je nou de pruik kopen. Ik heb nou toch al een hele kop vol weef. Nou nee, ik weet hoe lang ik heb gespaard op dat haar. Ik ben als jongetje met zulke stoppeltjes begonnen. Ja, maar luister, ik denk dat het haar van een jongen en een meisje net zo snel gegroeid hoor. Dat van een jongen gaat heus niet langzaam hoor. Jawel. Dat knippen gewoon snel. Ja, bij een jongen gaat het ook wel snel hoor. Ja man, maar ik heb mannen met haar op de kont. Ik zal mijn kop niet kopen. Nog haar op de kont? Ja. Heb jij haar op de kont? Nee. Ja, maar ik heb ook iets gezien van jou, Michelle, maar ik was gewoon plassen, plasseks.
Ja, dat is ook weer helemaal uit verband getrokken. Echt over het verband getrokken. Want ik moet plassen, ik denk misschien even weg. Ja, ik zeg je zo dat je auto. Nee, dat is ook echt allemaal uit verband getrokken. Ja. We hadden het over, ik vind dat niks een taboe moet zijn. Ja. Vind ik echt. Ja. Luister, Anne, laat iemand zich in zijn bek schijten. Ik vind dat iedereen zelf moet weten wat hij doet. Ik oordeel daar niet nee. op. Nou, en toen had ik dus gezegd, ja, ik laat me wel. Jij zou er nog gewoon bij staan en kijken hoe iemand in zijn bek scheet. Nou, dat vind ik wel een beetje vies, maar... Nou, we kunnen het wel even doen, nee. als een van ons moet gaan. Nee, maar ik vind gewoon dat je niet iemand moet oordelen omdat die dan dat doet. Ja, nee. Ik oordeel pas op iemand hoe die tegen mij doet. Maar niet ik moet wel lachen, want je bent wel de koningin van de oordelen meestal. Nee, wat dan? Ja, hoe kom nou, je daarbij? Jij was altijd wel altijd van die sensa. Vroeger deed je altijd wel dingen uit. Ja, maar ik... Ja, maar dat doe ik nog steeds... Ik expose dat niet, maar ik heb geen oordeel. Als je de persoon hebt gezien dan, daarna. Ja, ja, als ik iemand niet kende... Kijk, een Barbie kende ik ook. Ja. Die was bij mij thuis geweest. Ja. En, hoe heet ze nou? Billy. Oh, Billy. Ken ik ook. Utopia. Billy Utopia. Oh. Amanda. Dat heb jij ook gezien. Mika, ja. Amanda kende ik ook. Maar die is niet bij je thuis geweest. Nee. Zou je nog een keer met Amanda een keer... Zou je voor zeggen volgende keer met Amanda? Dit jongen? Oh, ik heb echt geen probleem met de vrouw. Nee? Ik heb liever denk ik Amanda. Ja, dat Janice. Want Amanda, eerlijk hè, Amanda was wel van... Gewoon bam. Ja. Ja, iemand die bam zegt, daar heb ik meer respect voor. Kijk, ook al vind ik aan die aarde. Ja, dan achter de elleboog. Ja. Ja. Daar ben ik eerlijk in hoor. Ja. Maar het was wel een beetje dezelfde situatie. Met die emmer zei je toen ook zo, wat dan? En de vorige keer toen je in de andere jungle zat met Amanda was het ook zo, wat wil je dan ja, Amanda? Toen was ik nog jonger. Ja. En toen kon ik me eigenlijk niet zo goed inhouden. Dat was 11 jaar geleden. Was ik een soort van loesetje. Maar het erg was, jij was het toen niet uitgestuurd. Of uitgezet, zeg ik zelf. Ja, maar toen mocht nog gevochten worden. Ja, maar hoezo mag dat dus nu niet meer? Ja, dat kan niet meer. Het is zelf dat je ook geen kip meer mag slachten. Maar Ex on the Beach, daar vecht ze wel. Ja, maar dat is een heel ander programma. Oké. En dus MTV, daar mag het weer wel. Ja, en luister, en roken en zo doe je ook niet meer. Nee. Je wilt ook, omdat ook jonge mensen kijken naar de jungle, ja. Hè? Ja, dat is wel zo, en dan ga je niet moet je aan vechten, dat is goed, man. Slaap daar hartstikke dood. Zei jij dat nou? Maar Louise, toen je daar Esmee duwde, wist je gelijk van, ik word er nu uitgezet? Ja. Ja. Ja, en jij dacht ook, fuck. En je ziet mij ook echt... Ja, shit, van, nee, Louise. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik haar duwde en toen ze daarna riepen de armes uit te komen, ja. Gebroken. Ik denk, dan moet zij naar huis, dan moet ik dat ook. Ja. Maar was zij gewoon in de modder gevallen, dan hadden wij denk ik wel geprobeerd om elkaar een hand te geven en zand erover en door. Zodat je niet eruit hoefde. Nou ja, ja ook dat. Ja, logisch. Maar ik denk dat dat wel, het was leuker geweest als zij gewoon in de modder was gevallen. Was je geschrokken? Maar ja, het is gewoon kutse veel ontwakkerd. Je ziet Lena ook van die bergen vallen. Het was ja, daar ook echt... Het was heel glad. Kijk, hè, want je ziet mij toch, laat me zeggen, dat reis trekken. Ja, ja, daar. Ik denk iedereen dat ik een zweetreet heb. Maar dat is, laat ze maar denken. Maar ja, dat is gewoon... ja, dat dacht ik ook. Ja, maar dat is... Maar je had ook een zweetkut. Nee. Het was gewoon omdat alles zo modder was en nat daar. Ja. Het was daar fucking nat. Oh, dus je viel daar sowieso. Nee, ik zat daar en het was gewoon nat. Ging je in een plasje zitten of zo. Ja. En alles was daar glad. Dus ook iedereen, Lena viel in de modder. Ja. Het was gewoon glad. En Esmee is gewoon ongelukkig gevallen, want je ziet Lena ook van die berg afvallen. Ja. En die had niks. Nee, dat is waar. Ja, ja, ze heb je ook wel met de zwaaier. Ja, Louisa gaf even een zetje bij. Ja. Een zetje bij. Ja, dat is gewoon kut. Ja, dat vind ik echt kut. Ik vind dat ook echt jammer. Ja, meen ik echt. Hey, en ik heb van jou achter heb ik van die foto's liggen. Kut, waar hebben we nou weer met die ook. Ik ben lekker rat van Fortuyn al. Ik lijk rat. Wie zou er eerder iemand de nek omdraaien? Nu op dit moment, ja, Louisa. Oh ja. Ja, je zegt ook haar. Ja. Ja? Ja. Maar ik denk dat jij. Word jij nog wel eens giftig, echt? Oh ja. Ja? Oh ja. Ja. Ze worden nog giftig als ze door een bloedzuiger gebeten worden. Ja, want zeker wel. Ik hoorde ook dat dat een beetje overdrijven was. Nou. Jij zegt zo'n bloedzuiger. Hij was minimaal zo. Zo. Ik had Leda gisteren in de auto en die zegt. Het was echt maar zo'n ding. Hij was echt maar fucking veel bloed, hè? Ja, dat hoor ik. Ja, maar uiteindelijk was hij psycholoog. Was je bang? Nee, maar weet je wat ze echt moesten doen? Nou. Zij moesten echt een infuus hebben. Het infuus, moest hij het infuus wel? Ja, ze aan het infuus. Een bloedtransfusie? Ja, een transfusie. Van een Thai. Ja. Van een Thai gewoon! Ja, maar die sprak gewoon een half uur lang was de Thai zijn tijd. Ja, ja, ja. En toen zei ze nee. Ja, dat is echt zo. Oh, erg. Ja, nee.
Oh, lul je dan. Maar we kunnen toch ook gewoon eerlijk vertellen dat we gisteren nog met Janice en Annabella waren. Ja, dat. Ja. Ja, ik ben misschien dom. Ik ben misschien dom, maar geen mogol. Nee, Annabella heeft mij, ik wil hem straks reden. Die heeft ze mij gisteren geleerd hoe dat moet. Ja, en ja, Janice heeft mij... We kunnen ook wel even naar de sportschool gaan bij haar. Met zit hier achter. Oké, grapje, hier is Annabella. Ja. En Janice. Je lijkt niet wel geleerd, joh. Ja. Achter de boom, wie zou er... Dag, achter deze auto komt ze vandaan. Hallo. Wie zou er eerder een kip slachten? Oh, jij bent allebei elkaar. Ja? Ja, heb je ook? Heb ja, je zelf? Ja, ik heb hem zelf. Zou je dat doen? Gewoon? Ik, ja, ik zou. Weet je, ik hou. Nee, dat niet, maar ik hou echt van beesten. Maar ik heb al een keer eerder een kip geslacht en zij denkt er makkelijk over. Ik denk ja, dat ik het eerder zou doen. Want de vorige keer, in het vorige seizoen, was ook iemand gebeten met een slang, Imka. Ja, ja. Oh, was je niet, ik dacht, was je niet bang voor zulke situaties? Ja, slangen ben ik als dood voor. Ik ook. Ik heb trauma van opgelopen. Nee, ik ben niet bang voor slangen. En heb je ze wel gezien, slangen daar ook? Nee, hier. Ja, hier. Wie zou er eerder iemand in iemand anders eten spugen? Ja, weet je zelf. Ja, zou je dat doen, allebei? Als ik een goede hekel heb, vind ik het. En dus als je zo vol die kerstje met haar in een jungle zit, ga je daar aan denken misschien? Nee, joh, dat weet ik niet. Misschien wel. Maar ik zou dan, als ik een hekel heb en ik krijg de kans, dan ga ik door. Ah ja, als ze me goed onder voet onder de nagels halen. Dan rochel ik nog. Ja. Dan schijt ik nog in het vreten. Ja. Wie zou de eer stelen bij de zelfscan? Ja, Louise staat hier dan. Hè? Ik heb jou ook! Nee, dan wel eens? Niet bewust. Nee, dat doet ze niet. Nee. Per ongeluk, de kipfiletjes die dat van nee, maar... Je krijgt daar de hele koop achter je aan. Nee, maar... Nee, maar soms heb ik wel eens iets kleins, bijvoorbeeld bouillonblokjes of zo, die dan zo tegen de randen liggen. En dan kom ik en dan denk ik, ach, je hebt niet gescand. Ja, laat zitten. Ja, ik snap het al. Wie drinkt er het meeste alcohol? Michelle, ja, want ik zie jou nu weer heel veel op stap gaan ook, in Arnhem. Oh, dat valt wel mee één keer per week. Ja, okay. Eén keer per week, maar dan ga ik echt door, hè. Ja? Dan haal ik hem door tot 5 uur. Want laatst was je ook bij Bradley. Of Bradley, hoe heet die? Nee, die andere. Van X on the Beach. Dolphin? Nee. Hoe heet die? Van X on the Beach. Zo'n mannetje. Toen had je op je verhaal gegooid van, ik ben Brody. Ach, dat is al eeuwen geleden. Ja, maar ik zag het wel. Toen dacht ik, oh, ik dacht, jij zei helemaal zo'n kussen, half kussen. Ach, dat viel ook wel. Maar ik en Brody hadden al ruzie. En ja. Toen kwam hij in Arnhem. En toen was het gewoon leuk om mensen te chockeren. Maar hoe oud is die jongen? Ja, heel jong. Maar ook met mij. Ik had zijn moeder kunnen zijn. Wie vond het schijten in de jungle het minste erg? Ja, dat denk ik dat Louisa dat wel wint. Ja? Vind je dat makkelijk? Louisa ging overal ook gepast gewoon zitten zeiken en zo. Ik heb niet gescheten. Nee? Nee. Ik heb na een week pas gepoept. Ja, nee, na een week. Ik had niet, hè. Ja, zij durfde niet met parasieten. Ik was bang voor parasieten in het eten. Wat zijn dat? Gewoon ja, beestjes. Dus dan zaten hun te vreten. En ik zeg, nee, ik hoef het niet mis, want ik krijg parasieten, ga ik dood. Dus ik vrat bijna niet. Dus ik, ja, ik scheet ook niet. Maar, ik had echt buikpijn aan. Ja? Maar je bent ook klaargekomen in de jungle. Ja, dromen. Wat de fuck? Hoe dan? Ja, weet ik veel. Ik mag niet bepalen mijn dromen niet. Maar heb je dat in Nederland ook van die dromen? Ja, maar ik denk dat ik toen weinig seks had of zo. Weet ik veel. Weet je met je hart van een geluidsman? Nee, ik dacht daar helemaal niet aan. Helemaal ik kan niet. Echt, hè. Ik wist dat ook niet, hè. Maar ik ben ook echt een keer gewoon klaar. Oh, maar dat heb ik heel vaak. Onder het slapen. Ja, ik werd s'morgens wakker. Het was net een tsunami daar beneden. Kijk wat een stip. Oh, toen was je nog man? Nee, toen was ik vrouw. Oh, als je klaar komt, komt er wat uit dan? Ja, dan nog mijn hele kut naast. Oh, echt? Ja. Oh ja, dat heb ik dus niet. Maar jij hebt gewoon een droge kut. Nee, maar als ik klaar kom, betekent niet dat ik dan of je moet spuiten. Ja, nou, ik denk dat spuiten klaar ben gekomen. Ja, het is zo, als je met een vrouw bezig bent, wordt hij toch langzaamaan nat. Ja, maar daar ben je wel nat. Dat is bij mij ook, maar als ik dan op het moment klaar kom, dan komt er wel echt een hele hoop vocht uit. Ja, nou kijk, maar. Dan heb ik een heel spuit. Ja, nou, ik spuit altijd dan. Nou, dat vinden mannen heel kinky, hoor. Ja, hoor, die vreet het op. Die vreet het op, zegt ze. Hé, hey, Eloisa, wat vond je de leukste opdracht? Oh ja, het ook eigenlijk niet. Kalo Dondik. Nee, wat nou, ik zou dat met dat vreten wel leuk hebben gevonden. Ja? Lekker gaan kokhalzen. En ik zou ook echt, als ik daarna die warm had gevreten, had ik gewoon mijn vinger in mijn keel, had ik het zo uitgekomen. Zo had ik het gedaan. Ja, want jij gaf wel echt alles voor de jungle. Je had je nagels. Gegeten? Nee, ik had wel geen stront gegeten. Nee? Nee, zou jij dat wel doen, nee, mis? Dat had ik niet. Nee, heb ik toch niet gedaan? Maar zou je het doen, zou ik vragen? Nee, oh ja, je had poep. Nee, maar ja, ik vind dat echt laag. Ik vind
bent hoe een productie daarop komt om stroom te vergeten. Vroeger die zonde moest ook lachen om Fabiola. Fabiola is ook leuk. Ja, ik, dat... haar, maar ik kende Fabiola ja, ook al lang. Van tevoren, want zij kwam ook op jouw feestje met, die je ooit had georganiseerd voor Temptation ja, toen. Ja, en wat daar heb ik haar eigenlijk voor het eerst ontmoet. Ja, zij is zo anders in het echt, Fabiola, vind je niet? Ze is heel zacht. Ja, en nu... Ik kende Fabiola helemaal niet, hè? Zo? Nee? Nee, ik kende haar niet. Ik hoorde van Mies gewoon dat ze een heel lief, zacht, aardig meisje was. En toen ik haar dan zag voor de eerste keer, dacht ik, ja, oké, dat is wel leuk. Ja, echt schattig wel eigenlijk, hoe ze over te, eigenlijk normaal eerder deze ook best wel... Ik vond het ook heel erg tof van haar, dat ze bij de reunie ook eigenlijk voor me opkwam. Ja. En dat zij ook toegaf, want dat is dan niet uitgezonden, dat zij ook daadwerkelijk zei tegen Annabel, jawel Annabel, je hebt Louise echt voor de gek liggen te houden. En dat hebben ze dan niet uitgezonden, oh, echt? Dat is heel jammer. En toen dacht ik, zie je, want ik wist, twee van haar team hebben mij gewaarschuwd van Annabel, zit je voor de gek te houden. Anders was ik echt niet zo uit de pan geflipt hoor. Want ik kreeg elke dag wel te horen, je bent een kerel of een verre ja, maar dat. Ik kon het van haar gewoon niet meer. Die waren ook echt bloedirritant hoor. Ja? Ja. Maar misschien ook met die tieners maar, dan bij elkaar. Dat weet je wat het is? Het is ook heel raar, we zitten al in een bubbel. En dan, normaal gesproken in Nederland zou je niet druk maken om een jel. Nee. Ja, maak je zo druk om een jel. Denk je, ah, Michelle en jel. Maar moet je zo lachen? Rood, rood, rood. Team rood moet dood. Weet ik gewoon wat jullie zeiden. Heel erg. En Louisa, wat dacht jij toen je gevraagd werd? Gelijk ja? Ja. Ja? Jij dacht wel gelijk, dit is een programma waar ik aan mee zou willen doen? Ja, ja. En what the fuck, man. En wie, als je nu kijkt van de winnaar, dat was uiteindelijk Kelly. Die heeft gewonnen. Ja. Gun je het Kelly goed? Tuurlijk. Ja. Ja, maar dan nog wat. Ik deed het eigenlijk niet voor de winst, hè? Nee, je hebt dan nog meer dan de winst waarschijnlijk gekregen. Nee, dan maar gewoon... Voor haar deelname. Nee, maar ik denk niet van, oh, ik moet winnen. Als ik erin op gezeten mis... Dan had ik met haar waarschijnlijk het einde gehaald. Hadden wij de finale gehad, weet ik zeker. Dan had ik gedeeld. Ja, ik hoorde het. Want wat zou je doen als jullie bijvoorbeeld met z'n tweeën de finale zouden hebben? We hadden samen die route gepland. Ja? Ja, en dan gewoon samen gewoon de winst gepakt ook. Dat was ook leuk op tv geweest. Ja, ik denk, ik had toch gewoon gedaan. Ik had mijn titel langs de straat gewoon eruit. We hadden de opdracht gewoon gedaan. En dan hadden we gezegd aan het einde, en dan proost, we hebben gewonnen. Als ik met haar de finale had staan, had ik gewoon... We hadden wel die route gemaakt. En want je moet natuurlijk dat vinden. En dan moet je bij het verleden uitkomen. Maar dat had ik samen met haar gedaan. Ja. Wel grappig, hè? En stel je voor, zouden jullie nu ook een eigen programma of zo samen willen? Ja, natuurlijk. Ik zou dat niet willen. Ja. Ja, ik vind je ook... Kan ze niet met jou mee naar TLC? Nou, ik wil dat niet. Nee? Nee. Wil je dat niet poetsen bij... Nee, ik zou wel een keer bij haar langs willen komen, maar dan... Nee. Nee? Nee. En stel je voor, er komt echt een meisje in de jungle. Wie zou je dan als andere meid willen zien die je kent? Van, nou god, die gun ik het om ook die jungle ja, in te gaan. Ik denk daar nooit zo over na, weet je. Als ze slim zijn, zou ik gewoon dezelfde kast meenemen naar een andere locatie. Ja, daar zat ik ook over na te denken. En dan kijk, dan Gabi, dat gaat dan niet meer. Ik ga dan niet meer. Ja, zelfde kast, zegt ze, en dan zelf niet meegaan. Je snapt wat ik bedoel, hè. En dan, want de meisjes zijn gewoon eigenlijk allemaal goed op elkaar ingespeeld. Ik zou een Esme dan weer meenemen, ik zou een Louisa meenemen. Ja. Dat zou ik ook doen. Janice? Ja, Janice zou ik ook zeker meenemen. Maar want je hebt nu ook haar bord verkocht? Nee, haar bord heb ik teruggegeven. Maar moet je het teruggeven? Nee, ik doe niks. Oh, omdat ik dacht misschien dat ze bij Antje Boulevard bij haar thuis kwamen. Nee. En dat ze zeiden, neem me mee, naar haar. Nee, ze waren al bij haar geweest. Oh, ze waren al bij haar geweest. Ja. Oh. Dus ik zei, ja, ik ga het zag ze er anders uit, ja? Wie? Janice. Bij dat interview. Oh, daar heb ik eigenlijk niet zo goed op geluid. Andere haar, andere wenkbrauwen. Andere lenzen. Dan is het elke dag iemand anders, maar ik heb er echt niet op geluid. Nee. Heb je niet spijt of zo dat je nu deze ruzie hebt gemaakt nog met Janice daar? Maar waarom moet ik spijt hebben? Heeft Mies ruzie gemaakt? Nee, ze heeft geen ruzie gemaakt. Ik vond jou alleen maar beter uitkomen, want ik zeg eerlijk, ik ken Janice van echt eerder, dat is nog niet met Donnie Roelvink en zo. Toen vond ik haar echt fucking grappig. Ik vond haar, ik zei ook ja, bij die eerste dag, zei ik van... Ik vind jou grappig en ik vind Janice grappig, dat is gewoon kut. Ja, maar... Ja. Maar, uiteindelijk, nu ik echt een meisje in de jongen heb gezien, ik heb wel een andere mening. Maar, als jij haar nu belt, om te vragen of jij bij haar... Ze doet niet. Nee, dat zeg ik. Ja, dat bedoel ik. Jij en ik zit hier voor maar toppers, ik nee. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, dat ik nu... Heb je haar gevraagd eerlijk? Ja, ik heb haar gevraagd. Ze heeft gezegd van, je moet even mijn management. Iedereen heeft ineens tegenwoordig een management. Ah. En dan... Zij heeft ook een management. Ik heb ook een contactpersoon, hè. Maar ik heb gewoon jouw nummer. Ja, maar luister. Ja. Begrijp je? Ze kan je kan ook gunnen, hè. Ja, maar ik zeg ook tegen haar... Of ik zeg ook van, mijn mening is echt veranderd over haar, zeg maar. Ja. Eerst vond ik haar grappig. Ze wil wel bij Andy in de auto, maar bij jou niet. Ja, jij bent de minste. Ja, maar zo is het wel. Ja, ik denk dat Andy ook gewoon betaalt. Ja, dat denk ik ook. Maar hij is gewoon dan te min voor haar. En dat vind ik jammer. Weet je? Want wij zijn toen hij begon, zijn we bij hem in de auto gestapt. Waarom zouden omdat we het hem gunnen. Ja, sommige mensen gunnen we. Ja, en dat is echt zo. Weet je, in de tv-wereld gunt niemand iedereen die doet dit. Ik zweer. Gunnen elkaar niet hoor. Nee. Toch bizar eigenlijk.
Maar ik vond je echt goed en volwassen overkomen op tv. Ik dacht echt. No, no. Ja, vond ik echt. Ik zweer. Vind je dat niet, Louisa? Ik vond jou echt anders dan anderen. Ik vond gewoon dat je gewoon een beetje moeder of zo was. Mies had gewoon de woordje klekken. Jij zegt van hoe was dat nou dat jij ruzie maakte met Janice? Ja. Maar als je goed kijkt, is Janice degene die met een emmer staat. En ja. Janice degene die zegt van op ja. hier ik van mijn tafel. Ja, ja. Mies niet. Ik daag het wel uit. Maar luister, ja. Dat is toch ook leuk? Ja, ik luister, zo ben ik gewoon. Ik daag het wel uit. Maar je gaat de jungle in en luister, we zijn nou in 2023, vechten ken ik gewoon niet. Kom op jongens. Je kent toch met je mond af, maar dan moet je ook niet met een bak boven iemand gaan staan. Nee. Want als ze wel met die had geraakt met dat ijs, dan komt hard aan. Ik denk dat ik het hele en dat ik het hele oefenhoudje op. Maar zijn dan wel gaan vechten? Stel je voor dat was gebeurd? Nou, ik weet niet wat ik dan zou doen als, zeg ik eerlijk, ik denk dat ik dan helaas wat er aanveeg. Maar nee, je hoort gewoon niet te ver te gaan, maar je moet gewoon niet met ijsblokken. Nee, ik zou ook helemaal lijp worden. Zijn, want je gaat niet met een bak staan. En weet je, zij wou het denk ik niet doen, want zij, als ik zei, doe het hoor, na drie keer zeggen, doe het dan, doe dan. Ik denk, ja, dat moet je ook doen. Ja. Ze deed het niet, denk, ja, grote bek, maar je doet precies niks. Ja. Ik heb echt gelachen, ik heb echt genoten, ik zweer het. Jij is een ballon. Hey, en uiteindelijk hier in Nederland ging het natuurlijk ook over en weer tussen jullie allemaal. Ja, ik ben als eerste verder gegaan. met dat neuskopje. Nee, want dat was Janice, de foto. Kijk, ik ging natuurlijk al weg met knallende ruzie met Janice. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik thuis en dan zei ik die foto neem. Dan denk je, ja, maar ik wil haar kop niet op mijn Insta. Kijk, en dan kijken we het op dat moment niet wat er gebeurd is. Maar ik denk, ik hoef je kop van haar of niet op mijn Insta. Want ik was nog vol woede. Ja, snap ik wel. Ja, dus ik had een kotspoppetje opgedaan. Nou, daar was het toon gezet. Ja, daar begon het vuurtje. Ja. Het vuurtje was aangestoken. Ja, toen was het Michelle Kots, Michelle dit, Michelle wilde nog niet dood. Maar ik moet zeggen, op televisie hadden we het ook al een paar keer gezegd, ja, Michelle Kots en zo. Dat was niet echt in Nederland. Het begon al daar ook. Ja. Dus maar de toon was al gezet, laat maar zeggen, door mij. En toen had Annabel de gekke neuskapje en de twee blauwe ogen. En ja, ik doe dat gewoon. Klaar, ja. Dus ik, luister, ik flik dat. Ja, wat vond jij, Louisa, ervan? Al die drama in Nederland. Ben je er wel een beetje mee bemoeid? Nou ja, ik op dat moment, toen het allemaal zo die drama was op dat moment was mijn broertje natuurlijk net overleden. Dus ik hield me eigenlijk veel meer met mijn broertje bezig dan met al die drama, om heel eerlijk te zijn. Ja, dat is heel erg. Ja, het is ook heel heftig. Ook wat er ook is gebeurd. Want ik moet ook zeggen, want ik keek op TikTok en TikTok waren ook best wel veel negatieve reacties natuurlijk ook naar jou. Over transgender en weet je veel wat allemaal. Waarvan ik Maar dat vond ik allemaal helemaal niet erg. Nee? Daar ben ik zo klaar mee. Ik ook. Ik werd gewoon boos toen ik het las. Dat vind ik nou echt zoiets achterlijks. We leven in 2023. En dan gaan ze nog lopen zeiken. Ja, ze is een kerel. Ze hebben een kut. Ja. Luister. En wat? Ja, al zou zijn geen kut dan, wat moet het hun nou? Ja, en het was echt, ik zag heel veel. Ja, maar het is oud nieuws. Voor jou is het misschien oud nieuws. Ja, dus al die reacties van je bent een kerel, je blijft een kerel, je bent een omgebouwde. Ik denk, ja, kom eens met wat nieuws. Nou ja, doe je ermee helemaal nee, maar ik vind dat echt, ik word er zo moe van. Ik word zo moe van om iedereen te, je kent niet, want je bent poot. Je kent niet, want je bent lesbisch. Oh nee, maar jij bent een kerel geweest. Flikker toch op, man. Ik word er zo moe van, hè. Ik werd ook boos van die reactie. Want ik ging lezen. Ik dacht, wat de fuck zijn het voor mijn kopen allemaal? Ja, hetzelfde met dief. Dat meisje wordt heel die stem. Ja. Oh, ik word zo moe. Als trot. Ja. Waarom doe je dat? Ja. Maar is toch niet normaal? Wat vind jij? Jij zegt heel weinig. Ja, je zit achter het make-up aan te doen. Maar ik wil jou wel even iets geven. Oh. Omdat jij die ding hebt weggegeven, dat bord. Ja? Dacht ik, je moet toch eigenlijk wel iets nieuws hebben, toch? Of niet? Van Janice. Oh god, wat krijgen we nou weer? Oh, dit is leuk! En, laat je cap gewoon ophangen. Oh, die vind ik echt heel leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Oh, die is leuk. Ik dacht, dan kun je toch nog een beetje naar je BFF's kijken. Ik kan wel een betere foto van Mies gebruiken. Ja, dat maakt niet uit. Een beetje waanzinnige. Maar ik vind Dat springt er zo mooi heel uit. Heel origineel. Ja, en Janice springt ook echt. Ik sta een beetje op de achtergrond. Ja. En toen het ook mooi met Wat zingen we dan, Mies? Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Ja, ik vind het hartstikke. Ja, dan kun je die in ieder geval nog ophouden. Ja, een beetje dat bord, dan kun je die gewoon metnemen. Je moet zo eventjes. Ja, zeker. Ja, voor het hoofd van Louisa. Dat kan niet. Zijn we nou nog ophangen? Doe maar. Ja, is goed. Het is jouw show. En gewoon hier ook, hè? Dat ding. Nou jongens, ik wil jullie sowieso echt bedanken. Ik vind het echt heel lief. Luister, ik ga kom met liefde. Weet je, dit is de laatste keer, maar. Ja, het is al de laatste keer. Ja. Dat zeg ik vaker. Dat zeg ik vaker, dus je weet het nooit. Misschien komt het hier ook wel niet terug. Louisa en Michelle, ik wil jullie bedanken. Jullie moeten allemaal gaan volgen op Instagram, TikTok, Snapchat, alles eigenlijk. Ja.
Jullie moeten allemaal abonneren op het kanaal van... Nick! Hey! Allemaal abonneren op Nick. En tot de volgende keer. Doeg! Doeg!